De meest toxische variant is eigenlijk queer theory, gecombineerd met social emotional learning. Transformative social emotional learning. Nu, queer theory, wat is dat? Dat is eigenlijk ontstaan, dat is een vorm van theory. Weer al die vier kenmerken, dames en heren. Neomarxisme, postmodernisme, identitaire politiek en slachtofferschap. Voilà. Deze woord is een queer theory. En dat is eigenlijk bedacht door Judith Butler en Yves Sedgwick in de jaren 90. En wat is queer? Queer is eigenlijk afwijkend van de norm. En wat bedoelen zij met queer theory? Zij stellen dat niemand gehinderd heeft, is of heeft van beide geboorte. Dus met andere woorden, uw klein wordt geboren. En wij kunnen eigenlijk niet weten wat dat is. Wij kunnen dat niet weten. Volgens hen is dat, ja, dat is een mysterie. Zij zeggen dat een gender is eigenlijk een rol, zij noemen dat performativiteit. En dat is geen vaststaand geheel. Dus voortaan, als een kindje geboren wordt, dan geen idee. We zijn geen biologen, wij kunnen niet weten wat dat is. Volgens Andrew Doyle, Britse comic, intellectueel, die zeer goed boek schrijft, zegt gender identity ideology poses a direct threat, is een directe bedreiging voor het welzijn van zowel de gay als de gender non-conformerende jongeren. Ik leg onmiddellijk uit waarom dat komt. En zegt, het is goed dat de politiek dat sterke samen in te zien. Hoe manifesteert zich dat bij ons? Wel, bij ons is dat Savaria, een door de Vlaamse overheid gesubsidieerde vereniging die opkomt voor gay rights, maar die eigenlijk ook een marxistische organisatie is. En die gaat dus ook in de scholen met de genderkoek. En die gaat dus als zeer jonge kinderen uitleggen van, ja, je hebt niet alleen gender, je hebt ook geslacht. En die gaan dus op die kinderen beginnen inpraten en adding to the confusion, want de meeste zeer jonge kinderen zijn al een beetje waarschijnlijk, dus ook zijn verward over al die zaken. Maar wat gaan die queer theorie doen? Die gaan er nog gaan aanvuren, die gaan er nog gaan, die verwarring nog gaan vergroten, omdat ze dan van daaruit natuurlijk die kinderen kunnen mee doen wat ze willen. En ze kunnen daar dan inheten qua ideologie wat ze willen. Niet onbelangrijk als je zelf jonge kinderen hebt of als je kleinkinderen hebt, dat u weet waar we tegenwoordig mee geconfronteerd worden. In de UK zijn, dus in Schotland, is er nu een nieuwe wet. En ik citeer die in mijn boek. Dus als jonge kinderen plots veranderen van gender, dan mag men dat vanuit het onderwijs niet zeggen aan de ouders. Dat staat in de wet. Ja? Dus het typische voor queer theory is dat men van alles doet achter de rug van de ouders door. Men gaat dus eerst die kinderen compleet verward maken over hun identiteit, over een basiselement van hun identiteit, namelijk hun geslacht. En vervolgens moet dat verborgen worden zo lang mogelijk voor de ouders. Ja? Staat er letterlijk in. U kunt dat gaan nakijken in mijn boek achteraan bij de voetnoten. Waar komt dit in de zeven van taal? World Economic Forum. Het is toch niet waar, zeker. New Vision for Education, Fostering Social and Emotional Learning. Nu, Social and Emotional Learning, dat was eigenlijk, moet ik even uitleggen, dat was eigenlijk aanvankelijk een zeer verdienstelijke manier om met kinderen om te gaan die allerlei emotionele problemen hebben. Ja? In een therapeutische setting, one-on-one of met kleine groepjes, omgaan met kinderen die werkelijk contactstoornis hebben. Dat was een zeer verdienstelijke manier om daarmee om te gaan. Wat is er gebeurd? Altijd hetzelfde verhaal. Social emotional learning, die eigenlijk van oorsprong zijn verdiensten heeft, wordt gekaapt door de neo-marxisten en dat wordt transformative social emotional learning. En men koppelt daar verregaande seksualiseringen van zeer jonge kinderen. En men gaat ze ook nog een keer doorschuldig voelen over hun huidskleur, over ons koloniaal verleden. En men gaat daar één grote pot van maken. Een intersectionele, neomarxistische pot vanaf de leeftijd van kleuter. Ja. Disney is mee op die wagen gesprongen en Disney heeft dus een soort taskforce dat er meer LBGTQ, want het stopt niet bij het onderwijs, mensen, dat gaat ook in de entertainment. Hoeveel uren per dag zit uw kleine en uw kleinkind op de computer of op de laptop of op de smartphone te kijken? Wel, de content dat Disney lanceert is altijd maar meer LBGTQ en dat sluit dan aan bij de verwarring
die al georganiseerd wordt in het onderwijs, dat wordt dan nog een keer versterkt door de entertainment, de media en dergelijke. In Canada is ondertussen de wet aangenomen. Canada gaat eigenlijk het verste mee met de woke waanzin. Die zegt van, kijk, er is een nieuwe wet die de regering toelaat uw kinderen weg te nemen, bij u, als ouder, als u een genderkeuze niet aanvaardt. De aandacht van de staat. Ik verzin dit niet, dit is letterlijk uit de media. Als u dat begint na te kijken, dan gaat u achterover wel. Dus, ik ga hier niet verder op in, queer theory. Dus, hoe weet je dat er sprake is van queer theory en van als men bij zeer jonge kinderen gaat seksualiseren? Gesprekken over seks, over seksualiteit, zeer intieme vragen. Aan zeer jonge kinderen, daar gaan ze herkennen, dan moet je kinderen van school halen. Ja? Want dat komt niet goed. Wat is daar het gevolg van? Wel, nu 20% van Generation Z identificeert zich nu als LGBTQ. De generatie voordien, de millennials, was dat maar 10% en de generatie daarvoor was nog veel minder. Dus het is een gevolg niet van de verandering van de omgeving en de grote bewustwording, het is een gevolg van indoctrinatie. Niet van een andere omgeving. Ja? En het gevolg daarvan is een alarmerende stijging van depressie. Angst, het is de meest angstige generatie ook. En ik heb daar grafieken van, je kunt die zien in mijn boek. De zelfmoordstatistieken die gaan volledig swingen uit de pan. Ja. Dat ramp voor de mentale gezondheid. Ik citeer, kijk, dit is een evolutie van het aantal henderklinieken voor kinderen, boven en onder. Zie je het aantal henderklinieken? Plots is er toch wel zeer grote verwarring over identiteit. Nu, ik wijs erop dat van zodra dat begint met hormonen, hormonale behandeling, tekens bij zeer jonge kinderen, dat is gewoon kindermishandeling, maar bon, dat is onomkeerbaar. 2 jaar hormonenpakken is onomkeerbaar. We horen altijd wel meer kinderen die detransitioning, die dan achteraf zien, het was eigenlijk maar een fase, en die helemaal niet gelukkig zijn met die keuze, die zijn verminkt voor het leven. Ja? Dus dat gaat zeer, zeer ver. Gender ideology indoctrination in K-12 schools isn't going to be stopped by asking politely. Ze gaan daar niet mee stoppen als wij beleefd vragen, wat stopt hier niet mee? Ze gaan stoppen als woedende ouders zeggen van, dit kan niet meer. Zo is het gegaan in Amerika, zo zal het hier ook gaan. Het is hier nog niet zo ver als in Amerika, wij lopen traditioneel een beetje achter. Ik hoop dat het zover niet komt, maar als het zover komt, dan spelen alle verenigingen een zeer belangrijke rol om te zorgen dat deze waanzin niet verder gaat en dat het stopt, dat het omgekeerd wordt. Dus mensen die zorgen voor kleine kinderen, die moeten leren lezen en schrijven en die horen niet intieme gesprekken te hebben met zeer jonge kinderen over seksualiteit en genderidentiteit in de klaslokaal. Ja? Nog een kleine noot, men gaat dus constante doelpalen over seksualiteit verzetten. Dat is een superzaak voor pedofielen. Want de kinderen zijn compleet al verward over hun eigen seksuele identiteit, ook over het onderscheid tussen volwassenen en jongeren. En wat zien we nu? Dat men pedofielen, men gebruikt het daar niet meer, want voor de woke zijn pedofielen, noemen dat minor attracted individuals. Dat klinkt bijna als iets lief. Ja? Dus alle soorten mensen die azen op kinderen voor seksueel misbruik, die vinden deze evolutie natuurlijk geweldig. Dus dit moet stoppen. Daarmee ga ik stoppen.